Ontdek tal van topmerken, zowel voor hem als haar, bij het vernieuwde Maddy's Mode. Makkelijk bereikbaar en met een ruime parking. Op maandag 17 oktober, de dag van de armoede en sociale uitsluiting, is een open brief voorgelezen aan de inrit van het stadhuis. En dit voor een beter lokaal woonbeleid. We vragen ook dat het stadsbestuur aan bouwpromotoren regels oplegt om een minimum aan huurwoningen te voorzien die betaalbaar zijn voor mensen met een klein inkomen. Schepenen, Veerle Kozijns en burgemeester Tanja de Jonge mochten de brief in ontvangst nemen na het voorlezen. Hieraan gekoppeld was er ook een kleine actie met tenten en enkele visuele teksten om het geheel wat kracht bij te zetten. Schepen Kozijns, kan u enigszins begrip opbrengen voor de actie die vandaag aan het stadhuis van Ninove plaatsvindt en die het heeft in een open brief over allerlei maatregelen die zouden moeten genomen worden om de huurprijzen bij sociale woningen betaalbaar te maken? Absoluut, ik kan daar heel veel begrip op brengen, omdat ook binnen de sociale dienst merken wij hoeveel druk dat er op de gezinnen, veel gezinnen komt te liggen door de huurprijzen en de energieprijzen en die combinatie daarvan. Dus ja, absoluut, ik heb daar alle begrip voor. Dag meneer Persijn, wat verstaat u eigenlijk precies onder een solidair woonbeleid? Ik denk dat het woonbeleid zoals dat nu op Vlaams niveau gemaakt wordt, dat dat eigenlijk te weinig rekening houdt met de mensen in armoedeposities en andere kwetsbare posities. Al te lang al gaat er veel te veel aandacht, denk ik, naar in het ondersteunen van eigenaarschap van woningen, waardoor er eigenlijk geen middelen zijn om de mensen die onderaan de huizenmarkt zitten, om die te ondersteunen. En ik denk dat er op Vlaams niveau wel degelijk middelen zijn, maar dat die dus heroriënteerd moeten worden om echt de mensen die in armoede leven, die in kwetsbare posities zitten, om die te ondersteunen. Meneer Dirks, u bent hier aanwezig bij de actie van Teledienst in Ninove aan het stadhuis. Wat is eigenlijk uw betrokkenheid bij deze problematiek? Ik woon namelijk zelf in een woning die niet in orde is. Het is een appartement, juist op de hoogste verdieping. Er is waterinzuipeling. Om een voorbeeld te geven, maar echt plat boven mijn hoofd in mijn bed. Maar mijn slaapkamer is zo klein dat ik het bed niet kan verplaatsen. En die plek boven mij, als het even afwekt een goede regen zoals deze morgen, dan is er een enorme plek boven mijn hoofd. En op zekere keer ga ik een douche krijgen tijdens mijn slaap. En hebt u dat probleem al aangekaart? Ja. Er zijn mensen die daar wees naar kijken zijn, die de skimmel gezien hebben die ontstaan is en die de vochtigheidsgraad van de muur opgenomen hebben met een apparatuur. Maar dat was allemaal zonder commentaar. Ik weet niet ook wie dat die man was. Hij was nogal kort. Ik heb hem ook de nattigheid getoond in mijn living. Ik heb plaatsen waar je de sporen ziet van water die naar beneden loopt. Ik heb ze aan de kraf gewassen, maar ja, ze zijn teruggekomen. De wachttijd voor sociale woningen in Ninove gaat tot 5 jaar. Er blijken volgens uw eigen cijfers 1250 mensen op een wachtlijst te staan. Maar dat is een probleem dat al tientallen jaren bestaat en dat eigenlijk met het jaar erger wordt en moeilijker en ingewikkelder wordt. Waarom is er nog altijd geen afdoende oplossing gevonden voor die problematiek? Omdat het een heel complexe problematiek is waar op heel veel verschillende niveaus moet gewerkt worden. Niet alleen op stadsniveau, maar ook op Vlaams niveau, op federaal niveau. Het is een problematiek van wonen, maar het is ook een problematiek van inkomens. En de manier waarop dat mensen vergoed worden. Dus het is een heel complex gegeven waar vaak niet één factor de uitkomst biedt.
Dus ja, ik kan hier vandaag ook geen oplossing voorstellen. Moest ik die hebben, was ik misschien minister van wonen. Maar wat ik wel graag wil doen is, en ik heb die opdracht al gegeven, is om te kijken wat wij als stad kunnen doen om het leefbaarder te maken. Om het op te lossen, dat ga ik niet zeggen, want ik weet dat ik die oplossing niet kan bieden, maar ik wil het wel leefbaarder maken voor de mensen. U zegt zelf in een vorig gesprek dat u niet naar het grote geld vraagt wat Nino's bestuur betreft. Maar als ik kijk naar de maatregelen die u vraagt om daar iets aan te doen, dan komt het eigenlijk altijd wel terug neer op subsidies, op premies, op hulp, op personeel, op communicatie. En dat vraagt allemaal geld. Is het een niet een beetje in contradictie met het andere? Alles kost uiteraard geld, hè, maar het geld kan op een andere manier gebruikt worden vaak, denk ik. De voorstellen die we doen, hoeven niet noodzakelijk heel veel geld te kosten. Het gaat eigenlijk al voor een groot stuk over luisteren naar mensen in armoede. En van daaruit kunnen we denk ik al heel wat doen. Het is niet het grote geld dat we van... We weten ook dat de stad Nienhoven niet het grote geld heeft. Hè. Dus dat is inderdaad niet waar dat we naar hengelen. Ik denk dat er vooral op Vlaams niveau wel heel veel geld is. Dat gewoon, dus zoals al eerder gezegd, anders moet ingezet worden. In Nienhoven is het vooral heel belangrijk, denk ik, dat we een dialoog kunnen opstarten met het beleid. En dat we dus wat er van onder leeft, hè, van de getuigenissen die de mensen brengen, hè, dat die tot bij het beleid geraken. En dan kan er denk ik al heel wat in beweging worden gezet zonder het grote geld daarvoor nodig te hebben. Ziet u in het lijstje wat in de open brief staat voor maatregelen die lokaal in Nienhoven kunnen genomen worden, ziet u daar al een punt waarvan u zegt daar zou ik direct willen aan werken om daar iets aan te doen? Ja, er zitten echt wel dingen in die... Het zijn heel haalbare initiatieven die ze hebben voorgesteld. Zoals een zitdag voor de huurdersbond. Daar moeten we eens kijken in hoeverre dat de huurdersbond daar zelf interesse heeft. Want dat kan perfect. Hè. Ook in hoeverre... We hebben heel wat externe organisaties die in het sociaal huis een zitdag hebben. Dus dat zou ook perfect haalbaar moeten zijn voor de huurdersbond. Als het gaat over een woonloket, we hebben dat al. Blijkbaar is dat nog niet bekend genoeg. Dan moeten we vooral ook eens luisteren naar hoe kunnen we het nog meer kenbaar maken. Als het gaat over een beter contact tussen huurders en verhuurders. Ik denk, we proberen echt wel dingen te doen en er gebeurt echt wel heel veel. Maar het is... De problematiek is zo groot en zo complex dat wat je ook aan het doen bent, elke keer als je het uitgevoerd hebt, al achterhaald is bijna. Ja.